FC Utrecht, dat is pas een club. Jeroen Voeven, allereerst de vraag, welkom hier bij de sportvereniging. Hoe vind je het om hier vandaag bij ons te gast te zijn op de Bunningside? Ik vind het echt, ik vind het wel spannend. Ik vind het ook heel leuk. Ik heb eigenlijk nog nooit vanaf de Bunningside een wedstrijd bekeken. Altijd wel via van de bank, maar niet echt van het stadion. Ja, nou ja, het lijkt me geweldig om het zo een keer te volgen. Dus je volgt de club nog fanatiek? Of, Ja, ik ben een aantal maanden geleden geweest tegen Sparta, volgens mij ben ik geweest. En voor de rest heb ik nog contact met Van der Marel en ik volg het wel, ja. Hartstikke leuk. Zeg Jeroen, wat doe jij tegenwoordig? Ik ben bezig om een indoor speeltuin te gaan starten die gerund gaat worden door jongeren met een beperking. Ja, deze jongeren die vallen een beetje overal buiten en die worden nu een beetje leeftijd dat ze willen gaan werken. Alleen dat werk is er niet, dus dat proberen we te gaan verschaffen door middels van een indoor speeltuin. Dat is allemaal hartstikke mooi. Waar kunnen we die speeltuin, waar kunnen we hem vinden? In Soesterberg, als de gemeente Soest de groen licht heeft voor de vergunningen, kunnen we gaan starten. Hartstikke leuk, waar kunnen we dat vinden in Soest? Aan de Stemmerdingweg 1 in Soesterberg. Nou, dan weten we waar we jou kunnen vinden. Zeg, over jouw tijd bij Utrecht, wat is jou het meest bijgebleven? Het meest bijgebleven? Nou, eigenlijk de hele periode is me wel echt heel goed bevallen en goed bijgebleven. Ja, natuurlijk het halen van eigenlijk Europees voetbal hier met Utrecht. Dat was natuurlijk eigenlijk wel een hoogtepunt dan. En je doelpunt bij Jong FC Utrecht? Kun je misschien voor de jongere kijkers even de situatie uitleggen? Nou, we speelden bij Almere City en het was best wel noodweer, harde wind. En ik krijg een trustbal in een scrimmage en ik haal in één keer door. En ik hoor dat die bal stuitert ergens en daarna hoor ik mensen juichen. Dus ik heb de bal niet gevolgd en ook het doelpunt niet gezien. Dat was wel jammer. Alleen hij zat erin en zodoende had ik een keer gescoord. Ja, hartstikke mooi. Over de wedstrijd van vandaag. Onze keeper David Jensen, wat vind je van hem? Ja, een hele stabiele keeper en houdt vaak de nul. Wat echt het belangrijkste is met keeper zijnde. Ja, het is niet echt een showkeeper. Het is echt gewoon een houdt ballen tegen. Nou, eigenlijk wel mijn soort van keeper. Oké, nou, ik zie geen vergelijking, maar ja. Zeg over de wedstrijd. Wat verwacht je ervan? De laatste keer dat ik tegen Vitesse hier speelde, hadden we gewonnen. Dus 3-1. En ik hoorde net ook dat het 3-1 voorspeld werd. Dus zullen we het op 3-1 houden. Heb je een goede herinnering aan die wedstrijd tegen Vitesse? Hè? Tikkie breed? Ja, zeker tikkie breed. Maar we hebben gewonnen die wedstrijd. Ja, het maakt me niet uit hoe je dan wint. Misschien heb ik ze daarmee weer wakker geschud. Maar in ieder geval was het wel... het was een mooie... Ik verwoordde het zo. De minste voetballer ging altijd op de goal staan. Ja, dat werd nu weer duidelijk. Ja, en een voorspelling? Ja, ik zeg 3-1. Doe het voor je, Roet. Hartstikke leuk dat je hier bent. En we gaan zo lekker een bakje doen. Het sporten zo. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de wind de wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal.